Misha Kemink op een regenachtig sportterrein. We gaan praten over Waterweg Sport. Wat is dat precies? Ja, Waterweg Sport is het platform van de regio Waterweg. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Besluis, Maasland, Hoek van Holland. Wij berichten over alle sporten online en met een magazine. Hoe is het begonnen? 7 jaar geleden met een heel klein krakkemikkig cameraatje. Ik herken dat. Ja, en ja, je gaat verder ontwikkelen. Er komt een platform, ontstaat er. En we zijn 7 jaar verder en ja, we zijn magazines, evenementen doen we. We doen van alles. Dus, hoe moeilijk is het om al die sporten in het weekend vooral bij elkaar te krijgen? Dat is best pittig, een uitdaging, steeds meer. Maar gelukkig hebben we een goede, leuke redactie van enthousiastelingen die ons voorzien met foto's, verslagen. En ja, die bundelen wij. Nou kan je natuurlijk zeggen, we doen een leuk sportverslag. Hoe kritisch is Waterweg Sport? Ik zeg altijd, wij zijn positief kritisch, maar wel altijd een positieve insteek. En hebben nooit de insteek om in te hakken op spelers of trainers of clubs. Altijd positief benaderen, dat is belangrijk. Je bent begonnen bij de amateurclubs. Ik zie je tegenwoordig bij Feyenoord en Sparta zitten. Hoe leuk is dat? Ja, dat is heel leuk. Afgelopen coronajaar was het wat minder zonder het publiek. Ik ben fotograaf voor VI en voor Pro Shots en ESPN. Dat is eigenlijk hand in hand gegaan met Waterweg Sport. Je gaat je ontwikkelen en er komen kansen voorbij. En inmiddels zit ik bij Feyenoord, Sparta, van alles, allerlei sporten. Misha, jullie brengen ook een magazine uit. Wat is erin te lezen? Ja, inmiddels 64 pagina's tellend. Alle sporten komen weer voorbij. Voetbal, handbal, korfbal, Geugansaki met een item. De Schiedamse voetbalmeiden, Anouk Boshuizen, Chesney Krant, die bij Feyenoord en bij Ajax spelen. Dat is een leuk top-itempje. Cricket, de uitleg, hoe werkt het nou eigenlijk? Hè? Want ik heb het heel vaak een kans gegeven, maar weet nou echt niet precies hoe het werkt. Nu wel, hè? Leuk item. Weer van alles, ja. Even een persoonlijke vraag. Je bent een druk baasje, je hebt ook nog een gezin. Waar haal je de tijd vandaan? Goed plannen, time management en gewoon alles met 100% doen. Dus op het moment dat je met watersport bezig bent, 100%, ben je met het gezin, is dat 100%. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja. Maar goed, je bent klein begonnen. Waar gaat het op uitlopen, dat waterwegsport? Het is al redelijk uit de hand gelopen. Hetzelfde met JWTV, denk ik. Jij kan erover meepraten. Ja, wij hebben de insteek, zolang de mensen het leuk vinden. We groeien in aantallen bezoekers. De waardering is groot. Clubs waarderen ons groot. De gemeentes waarderen ons. De evenementen die we, South Beach, Schiedams Kampioenschap, Supercup. Dat wordt ook druk bezocht. Dus ja, waar eindigt het? Ik zou het niet weten. Ten slotte het blad zelf. Het is net weer uitgekomen. Waar kunnen mensen het krijgen? Ja, wij verspreiden het bij alle verenigingen. Alle sportverenigingen in de regio Waterweg. Het komt ook te leggen bij de businessclubs van Feyenoord, Sparta, Excelsior Rotterdam. De grote evenementen. Je ontkomt er niet aan.